Sterk weet. Ja, mag ik raden? De drie die ik ook aan. Ik ben Marianne en ik speel bij Anthony. Mooi, helemaal weg. Oh, zachtje. Wat, hè? Heetje. Heetje. Ja. En het is hier binnen beter dan buiten. Heel aangenaam weer. En wie is hier? Ik ben Adriana. En je speelt? Bellen. En dit is? Zoeken. En je speelt? Bellen 2. Dan moet de derde ook nog komen. Ik ben Marianne. En ik speel Bellen 3. Ja, want je gaat een sprookje aan jullie voeren, hè? Hoe heet het sprookje? Drie bellen en een vis. En dat is in het vis. Als je nou in het Nederlands vertelt wat er gaat gebeuren de komende dagen? Ja, we gaan hier de komende dagen voor heel veel schoolkinderen het sprookje opvoeren. En dat gaat over drie meisjes in de klas die proberen voor de hoofdrol van Bellen te gaan. Die zijn op zoek naar Bellen. Oké, talent ja. Ja, zoiets. Dat wordt heel spectaculair. En zijn jullie al helemaal uitgekomen? Ik heb geen idee, ik hoop het wel. Stop. Schoolkinderen, maar dit is dat laatste deze week. Jullie hebben toch meer uitvoering? Ja, volgende week hebben we een aantal avonden. En dan mag iedereen komen. Want ja. Nee, ik snap het even, maar ik ben niet dat iedereen helemaal. Wat maar. Ja, ja. Maar. Ja. Wat jij wil. Kan je bouwen? Ja. En hier binnen is het beter weer dan buiten. We staan bij een decor. Jullie spelen? Drie bellen en een bed. Ah, dus een sprook. En jij bent? Bellen. Oké, okay, en jij? Bellen 2. Hé? Bellen 3. En wanneer spelen jullie dit sprookje? Deze week op dinsdag en donderdag voor de schoolkinderen in deze buurt. Maar jullie hebben hier een voorstelling toch volgende week? Ja, vrijdag, zaterdag en zondag en ik een voorstelling. Oké, okay. Mag ik je opdraaien? Nee, maakt niet uit. Dus dan mag iedereen komen. Dan is iedereen welkom. Nou, heel veel succes alvast. Maar waar gaat het over? Het gaat over drie meisjes in de klas die proberen de hoofdrol van het sprookje te bemachtigen. Ah, talent ja. Ja, sorry. In combinatie met het sprookje wordt heel mooi spectaculair. En houden jullie ook voor minder weer? Ja, ik mag graag schrijven. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Sinterklaas in de dus, die ken je dan al als regeling daar. Daar ga ik het zo over hebben, maar ik begin met Edel, ik heb heel veel gewijzen. Morgen, zullen we zien, morgen 5 tot 7, klopt dat? Zijn jullie toen wel dichtbij? Ja, dat is niet, ja, ja, allebei staan. Nee, jongens, oh, helemaal niet. Ik moet helemaal vrolijk worden. Dus. Daar ga ik het zo over hebben, maar ik begin natuurlijk met het weer voor vannacht. Ja, regen, lichte regen, veel bewolking, temperatuur, ik denk zo tussen de 2 en de 4 graden. Misschien in het oosten en noordoosten nog een graadje lager. En de wind gaat ook wel een hebben, wordt matig op vrij krachtig. Ik denk zelfs krachtig langs de kust en komt uit noordelijke richting vandaan. En dan morgen. Het wordt een dag met heel veel bewolking. Ik denk dat de zon het niet redt. En we hebben her en der het regen, niet te regen, maar toch ook wel weer droge perioden. Vooral ook later op de dag. De temperaturen liggen morgen zo rond 6 of 7 graden. Flinke sneeuwbuien op vrijdag, ook op zaterdag, de zon er nog even bij. Temperaturen gaan richting 0 graden overdag. In de nacht matig vorst, min 6, maar daar maar sneeuw weer, kan het nog kouder worden. Ah, nee. Die worst nightmare. Ja. Nieuwe cijfers. Dit is 5. En waar is het dan?
belletje wat zien. Kenny? Had je last van dat heel? Ja, dat mij betreft wel. Ik ben een closer. Dus. En dan? Even. Kijken we dan naar de buitensporten, morgenavond, de meeste plaatsen aardig droog, nou ja, een beetje regelen misschien, en die kunt het gaan niet. Nou, zo. Ja, ik ga niet.